vastlopen samen. Zo weer dat natuurlijk de 18e. Verzint de gast bij de tuin aan gedissen. We gaan even kijken samen naar de oedroppen. Beginnen, hè? Ja? Ja, voorbereidingen dan, hè? Ja, ik zocht je daar meneer lopen, dat was aardig zenuwachtig, hè? Jeep. Daar was ik het geweest, voor spuitellen bij ons. Ja. ik ga het vertragen. De trein reed je niet, hè? Nee. Kijk dat ze de gom kleedt. En dan gaan we beginnen. Is goed. Waar je heen zat, moest je lekker kopen. Ja. Henk, ik weet de spreuk niet meer, zeg hem nog eens één keer. Ik ga in de kuus of plekker. Als het tuiniger is, voel ik me lekker. Wie zag ze dat? Als kuus, geen kuus of plekker, als het tuiniger is, voel ik me lekker. Ja, dan nu nog een keer van mijn kameraad die achter. Oh. Geen kuus of plekker, als het tuiniger is, voel ik me lekker. Kijk, en zo doen ze dat bij de tuiniger is. Die zeggen het gewoon drie keer zoals het mag. Vastelogen samen, kind Geer, mag je het vertellen over de oedroping? Ja, dat ken ik. We gaan een act haaien, een soort goochelact. Patty is de goochelaarster, ik ben de assistente. En we doen allerlei goocheltrucjes en daar gaat het over het einde lange mes. Proberen we het attributen van de prins in midden of uur te laten brengen. Heb je daar les voor gevolgd ofzo? Nee. Dat je dat zomaar op mijn auto moet? We hebben dat gewoon zo uit de losse hand. Zelf verzonnen. De act zelf verzonnen, de goocheltrucjes zelf verzonnen. Daar staat een hoort op een tafel en daar gewoon allerlei attributen in. Maar dan komen er ook weer uit, dus dat mag van ongehoord aangegeven worden. Oh, zo gaat dat ook in het echt dan? Ja, ding het. Oh, dat liep me heel. Ik ken jou ook onder de tafel met. Er is nog plek, dus als die grote bijen onder de tafel kunt haaien, dan past dat misschien nog net onder. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Op het laatst gewoon ik in een kist, want er werden allerlei zwaarden ingestoken. En dan duidt hij het een of ander goochelspreukje en trekt die zwaarder weer uit en uit die kist komt dan de prins. Voorzicht, minus 12, minus 13! Daar gaat door! Het middels! Dit was het van het leven bij de tuinagedissen. Het was weer een heel schoon feest. De winst van de prins zit. Toetkiek wil Geer ook hebben dat Veer bij jeugd voorbij komen. Mail of wel heel even naar TV11. Bedankt voor het kijken, zal ik zeggen. En tot de volgende week.